De Omgevingsdienst Flevoland en Gooien-Vegstreek, kortweg de OFGV, zorgt voor een leefbare en veilige leefomgeving. Dit wordt gedaan in de provincies Flevoland en Noord-Holland en alle gemeenten in Flevoland en de Gooien-Vegstreek. Doordat zij taken aan de OFGV hebben uitbesteed, wordt gewerkt vanuit één professionele organisatie met veel deskundigheid, waar bedrijven uit de regio gelijk behandeld worden. Wat doet de Omgevingsdienst nou precies? Om het eenvoudig te zeggen, voor zowel provincies als gemeenten voert de dienst diverse milieutaken uit. Hoe werkt dit in de praktijk? Burgers en bedrijven gaan met een vraag of verzoek eerst naar hun eigen gemeente of provincie. Hier worden de vragen geregistreerd. Vervolgens worden ze voor behandeling doorgezet naar medewerkers van de OFGV. De werkzaamheden worden opgepakt door medewerkers van de afdelingen, vergunningen en expertise en toezicht en handhaving. De afdeling vergunningen en expertise bestaat uit twee teams. Het team vergunningen handelt aanvragen en meldingen van ruim 16.000 bedrijven af. Daarnaast beoordeelt dit team de aanvragen voor onder andere het afsteken van professioneel vuurwerk en zorgt voor ontheffingen om te mogen starten en landen met helikopters, ultralight vliegtuigen en drones. Bij het afhandelen van aanvragen heeft het team te maken met ongeveer 250 verschillende wetten en regelingen. De juristen werken dagelijks aan het bijhouden en toepassen van deze wetgeving. Het andere team, expertise, bestaat uit deskundigen op het gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling. Het team geeft adviezen die in vergunningen worden opgenomen. Ook beantwoorden zij een grote diversiteit aan vragen, verstrekken bodeminformatie en beoordelen bodemsaneringsplannen. De andere afdeling, toezicht en handhaving, ziet toe op naleving van regels zoals die zijn vastgelegd in landelijke regelgeving en verleende vergunningen. Zo bezoeken zij ieder jaar ongeveer 2500 bedrijven om te zien of de milieuregels worden nageleefd. Daarnaast worden zo'n 500 milieuklachten per jaar afgehandeld. Naast het uitvoeren van diverse controles voert de OFGV geluidmetingen uit. Ook wordt toezicht gehouden op asbestsanering. De Omgevingsdienst controleert ook alle zwembaden in Flevoland. In de zomermaanden wordt erop toegezien dat er veilig kan worden gezwommen bij de officiële zwemlocaties. Naast de inhoudelijke afdelingen is er nog de afdeling bedrijfsvoering. Zij bieden ondersteuning op gebieden als financiën, office management, HRM en informatiemanagement. Bij de OFGV wordt digitaal gewerkt. Zo zijn alle papieren dossiers gedigitaliseerd en wordt de post centraal gescand en vervolgens digitaal verspreid. Ook wordt gewerkt volgens het concept het nieuwe werken. De OFGV werkt vanuit de kernwaarden ondernemen en verbinden. Verbinding wordt actief gezocht met de 17 partners. Medewerkers van de dienst zijn regelmatig bij hun gemeentelijke of provinciale collega's. Daarnaast is er afstemming op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Ondernemen komt vanuit de medewerkers. Het zijn vakmensen met passie voor hun werk. Het is een uitdaging om te zoeken naar nieuwe wegen om kennis en kunde uit te dragen. De Omgevingsdienst vindt het belangrijk om medewerkers bij te scholen en hun kennis actueel te houden. Daarom is er een kenniscentrum opgericht. Het kenniscentrum OFGV is er ook voor medewerkers van gemeenten, provincies en andere omgevingsdiensten. De OFGV zorgt voor een leefbare en veilige leefomgeving.